Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, waar ik nu terecht ben gekomen. Want we zijn hier zo zelfs in Neerkannen, Limburg, aangekomen bij het château Neerkannen. En het château Neerkannen is misschien wel even leuk om te vertellen. Dat is een, dat is de geboorteplaats, staat hieronder ook, van Urgen de Geer. Dus het is heel bijzonder, hij waart hier zelf, tenminste is de schoonvader, die waart hier nog rond natuurlijk. Dus het kan zijn dat we hem af en toe horen roepen, het is hier fantastisch. Maar dat klopt, want dat is het hier ook. Ik ga nu richting de wijnproeverij, want verderop ben ik uitgenodigd om de wijn te komen proeven hier op het kasteel. Goedenavond. Dag meneer Wijdbeens. Ja, goedenavond. Goedenavond. We zijn uitgenodigd, Wijdbeens Report van de... Peter Harkema. Ach, hoe maakt u het? Van het château. Welkom, welkom op deze cursus, de derde cursusdag eigenlijk. Ja, want het is een cursus. Ja. En hoe laat begint het druivensoppen? Want ik vind het leukste waar ik eigenlijk op altijd zie op televisie, dat je met je blote poten in die druivendrap gaat. Maar dat vind ik het leukste. Dat gebeurt natuurlijk ver voordat het in de fles komt. Dat is niet meer aan de orde. Nee. Dat is erg, ja, maar dus ik heb voor niks schone sok aan gedaan. Maar geeft niet. Ik pas me wel aan. Een glaasje wijn drinken is ook gezellig natuurlijk. Moeten wij u alvast een glaasje wijn geven? Ach, dank u wel. Proef hier maar eens even. Je moet even je neus insteken. Echt waar, hè? Ja. Je mag ook eens heel lekker ruiken. Ja. Nou, wat vindt u daarvan? Nou, de eerste reuk is altijd goed natuurlijk. Dat is perfect, is dat. Natuurlijk, ja. Dan moet je even proeven. Ja. Even door de mond laten rollen, niet afslukken. Hij is al weg. Het is voor mij de eerste. Ik kom alles naar boven toe. Ik weet van niks. Smaakt toch naar boven. Maar geef niet, ik ben geen opnieuw. Maakt mij niet uit. Maar hoe vindt u dit? Is het goed? Ja, goed zo. Ja, stokje en laten rollen. Even rollen. Heerlijk, hè? Ja, gliet weer naar binnen. Ja, dat moet dus ook de bedoeling, hè? Ja, maar ik vergeet hem te laten rollen, dat is jammer. Moet u dit eens even nemen? Ja. Dan kunt u meteen het verschil ruiken tussen de Grenache en de Müller Thurgau. Duidelijk verschil. Duidelijk, hè? Oh, is een Duits afwasmaat vergeleken bij de echte Grenache. En als u naar de... En als u hoe kan u mij dit nou geven, terwijl de van die heerlijke Grenache is? Ja, maar dat was op een gegeven moment de Limburgse wijn. Om op te maken en opbouwen natuurlijk ook. Hè. Wat een vuiligheid dit ook krijgt naar binnen. Zit. Maar, nee, dit is de echte Grenache. Dit is de Grenache, hè? Ja. Deze rolt ook vanzelf. Die andere schoot gelijk naar binnen toen die wou wegwezen natuurlijk. U ziet het ook meteen aan de kleur. Ja. Kleur. Ja. Want dan moet u eerst kleur, geur... Kleurgeur. Dan de smaak en de afdronk, hè? Ja, dat zeggen ze in de verfwinkel ook altijd, hè. Oh, we krijgen weer uitleg. Ja, het is een les, hè. En misschien is die aan de volgende wijntje. Ja, ik denk het. Kunnen nou, ik nog ben iets, er zeker. Ik maak hem even leeg. Zeg, wil u ook even leeg maken? Of... Dank u wel. Want het duurt het zo lang, hè. Ja. We doen het verder natuurlijk, hè. Begrijp het. We hebben ook van deze spuugimmers. Oh. Kijk, als u dat... U hoeft dat natuurlijk niet allemaal op te drinken. Nee. Het is wel heel erg lekkere wijn, maar daarvoor zijn deze. Dan weet u dat. Spuugemmer? Ja. Ik praat even met andere mensen. Vind je het erg om weg te gaan bij ons maken? Wij zijn hier met een gezellige wijnclub. Wij willen het leuk houden onder elkaar. Het is niet de bedoeling dat u de boel hier gaat staan bederven... door hier een beetje de rotzooi terug te gaan spoegen. Daar is het te duur voor. Daar is het te gezellig voor. En het is zonde dat we de flessen opengemaakt hebben. Hier gaat dan... En dan kwak het er maar weer. Dus absoluut een beetje jammer, hè, dat dat soort mensen hier toegelaten wordt. Begrijp u dat nou? Dat nee, helemaal niet. Hoor. Helemaal niet. Even wachten, meneer Wijdbeens. We gaan eerst wat water spoelen en dan wat brood. Om daarmee de smaak te neutraliseren. Dan kunt u weer overgaan op rood. Voor mij hoeft niet geneutraliseerd. Nee. Nou, ik heb er nog van belang. Ja, ook. Het is levenswater. Het is water. Dat is een gemene streek. Er is een glas water ertussen door als je dat niet weet. Hè. Dat is schrikken geblazen. Dat u wist dat waarschijnlijk, hè? Zo weer Limburgse humor, dan moet je lachen. Dit is een waterglas. Ja, dat is een waterglas. Dat is een waterglas. Ja, waterglas. Kijk uit hoor, deze, er zit water in. Ja, maar hoe is het een broodpad? We gaan nu doen. Een beetje brood. Wil ik brood? Ja, tegen u. Oh, ik? Brood? Nou, ik. Ja, al die alcohol. Nou, je komt niet naar Limburg omdat je honger hebt. Je komt naar Limburg omdat je dorst hebt. Ja, iedereen, hè? Nee, ik is neutraliseren. Nou, als je toch opstaat. Water, neutraliseren. Ja.
Heerlijk. Wat een lekker koop. Dan hebben wij de keuze. De cursiste de keuze geeft tussen een Gamay druif, een Pinot Noir druif en een Cabernet Sauvignon. Zijn het allemaal druiven? Zijn allemaal druiven. Nooit van gehoord. Bourgogne, Bordeaux? Ik kom oorspronkelijk uit Breukelen. Uit Breukelen? Breukelen. Brooklyn, zeggen de Amerikanen. Maar we gaan toch nu over Bourgogne of Bordeaux. Maar nee, natuurlijk. Als het is. Oh ja. Zal je even helpen. Oh, dat is een heel ander glas. Een beetje chique glas ook. Chique glas. Kan ook meer in. Bordeaux glas. Waarom kan er in een rode glas wijn altijd meer als in een witte glas wijn? Ja, nou, zet ik u even klem waarschijnlijk. Dat zou je verwachten natuurlijk. Dit glas is iets groter. En dat kan ook een beetje wijn en dan wordt dat de lucht. De wijn van de lucht, dat wordt dan veel beter. Dan krijgt men de walsen, de neus. Walsen? De neus wordt dan... Een valse, oh natuurlijk, André de Jeu. Ja, deze van Rijn. Ja, we gaan hier maar over moeten draaien. Even draaien. En even verzamelen ze hier allemaal lucht. Je moet de wijn eerst zelf ook een beetje door maken. Je die bouquet veel beter. Bouquet? Bouquet. Bouquetreeks. Niet bouquet rozen, maar een bouquet van die boekjes. Vandaar dat grote wijnglas. Ja, ja. Zullen we eens even proeven? Is hier... Ja, je moet niet blijven draaien, je moet drinken. Ja, ja, omdat u stond te klokken. Ik denk, ik doe maar mee. Moet de neus weer hetzelfde? Ja, uiteraard. En draaien weer. Anders, hè? Ja. Is anders dan die witte. Iets meer tannine en zo. Ja, ik zou... Zachter, hè? Hij is wat... Fleur, ja. Hij heeft wat meer koronje, vind ik. Hij is wat zwarte wiever, zeggen wij in Breukelen. Zwarte wiever heeft hij wat meer, vind ik, hoor. Vind u ook niet? Nou, ik ben u proeft het niet meer, waarschijnlijk. Ik ben het met Mette eens. Hij is wat tannineus. Oh, ja. Hoe gaat hij? Hoe glijdt hij erin? Dit wordt een avond. Om nooit te vergeten. Die vergeten we nooit meer. Die vergeten wij nooit meer. Nee, nooit meer. Hier praten wij nog heel lang over. Dat denk ik ook, ja. Zal ik jou eens lekker naar huis rijden? Ja, dat is goed. Nou, dat is prima. Samen met z'n tweeën schuiven we hem in de kant tegen de vangrail aan. Jongens, het was een hele gezellige avond. Ja. Annie en ik gaan er vandoor. Ja. Wij gaan nog wat doen. Ja, wij gaan met z'n tweeën de vangrail in. Even drinken. Je neemt hem lekker mee in de auto. Dat was een hele fijne avond.